Hi guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag een nisje betegelen. En nee, deze keer niet met gewone tegels, maar met kleine mozaïektegels. Dit zijn de mozaïektegels die we gaan gebruiken. Deze zitten op matjes. Het is 30 bij 30. Ik kan al zien aan hoe ik het matje oppak dat de tegels heel los op het matje zitten. Dat is minder prettig. Als je hem dan oppakt, dan bestaat er de kans dat ze van een matje vallen en dan moet je ze één voor één in de lijn plakken. Dus met deze matjes niet heel erg. Deze tegels zijn nog wel redelijk groot. Als je nou een centimeter tegeltjes hebt, dan wordt het een heel ander verhaal. Even een kleine walkthrough to de badkamer. In deze badkamer is geplaatst een zogenoemde T-wand. Hier de wc aan de ene kant, koken voor de leiding. Dubbele wastafel aan deze kant. Hier het douchegedeelte. Hier de nis dat we gaan betegelen. Koppeling voor de handsproeien. Hoofddouche. Mengkraam. Nisje geheel met mozaïek. Even netjes gecoat. Nou, dan gaan we de strippen op maat maken. Mooi inverstek. We hebben hiervoor een RO80 AE. Een ronde strip van Sluiten. Deze badkamers vind ik zelf nooit zo heel mooi. Dus je kunt wel zien, zo'n T-wand neemt heel veel ruimte in. Waardoor het heel hokkerig wordt. Voor mij toch liever één enkel wandje of geen wanden. Mooi met een glasscherm erin. Dan hou je de ruimte mooi open en oogt het veel ruimer. Nu heb je een beetje een benauwend ideetje. Ook met de T-wand wordt vaak geen rekening gehouden met de lichtspots. Hier krijg je maar één lichtspot. Nou, deze zit redelijk boven het wandje, dus heb je nog wel licht aan beide kanten. Maar bij sommige badkamers heb je in de douche ook helemaal geen licht. Of in de wc, wordt het heel donker. Nou, als je alle strippen mooi in verstek hebt gezaagd, dan kun je ze eventjes eruit halen. Dit even om het te passen. Onder, boven, rechts, links. Nou, het geheim van een nis met mozaïek maken is: maak alles mooi op tegelmaat. Dat scheelt je zoveel werk. Deze nis moest eigenlijk 30-30 worden. Je mag iets kleiner straks halen. Maakt over het algemeen zo heel veel uit. Op de achterkant van de matje zit altijd een papiertje. Verwijder die even. Voorzichtig aan met de matjes, het is niet van de matjes afvallen. Kijk, als je dit nou niet op tegelmaat hebt en je hebt het een stukje kleiner, dan moet je overal een stuk afzagen. Dat is echt een heel karweitje. Hier zou het wel willen. Dus tegel is groot. Nou, als je kleine tegels hebt of van natuursteen wat is opgebouwd uit laagjes, dan knappen al die laagjes eraf en dan blijf je over met een heel klein stompje tegel. Zo, nou, dan gaan we de achterwand erin plakken. Dit gaan we doen met de V-kam en met de poederlijm. Pastalijm kan ook, maar in principe niet zo heel veel uit. Met mozaïek altijd heel belangrijk om de hoekjes goed in te kammen, dat je daar heel goed bij kan. Anders dan hechten die kleine blokjes aan de zijkant niet. Dus een goede laag lijm, ook in de hoeken. Heel belangrijk. Pakken we het matje. Hier kun je al mooi zien hoe het onderste steentje eraan bungelt. Nou, dan pak je hem aan de bovenkant vast en buig je hem een heel klein beetje rond. Waardoor die op spanning komt. De onderkant en losjes naar de bovenkant. Nu goed aandrukken, met een voegbordje is het ook mogelijk, of met een andere kam. Dus goed evenwijdig even aandrukken. Ik gebruik nu hiervoor even een afvalstuk van de tegel. Voldoet ook wel. Hier kun je mooi zien dat de lijm al een beetje tussen de tegel uitkomt. Dus echt de maximale lijm, dus wat je erachter kan stoppen. Even met een Stanley mesje
de lijm eruit peuteren. Had je dit nog met een nog grotere kam gedaan, als je lijm helemaal door de tegels gekomen, had je een grote smeerbende gehad. Dan moest je weer met een sponsje erbij en je vieze handen. En als je vieze handen hebt, maak je ook vies werk. Bij de onderkant gebruik ik een heel iets dikkere lijn. Dan druk je aan de achterkant heel iets harder en dan haal je hem licht naar voren. Waardoor je als het ware een beetje afschot creëert. Als je nou nog kleine mozaïeken hebt, dan is het wel makkelijk als je dan begint met inbouwen. Dat je een ruimte overhoudt voor een dun weetieplaatje. Dan kun je eerst mooi tegelen en daarna vul je die ruimte op met de weetieplaat. Dan heb je alles super haaks en kun je deze mooi op afschot leggen. Dan hoef je niet met dikkere lijn te gaan spelen. Dat we de zijkant zo hebben ingekapt met lijm, even met een sponsje. De rand van de tegel even schoonmaken. Op plekken waar hij niet zo heel mooi nauw aansluit, kun je zo even met een wichtje eronder even netjes op zijn plaats drukken. Wanneer je dan morgen alles eraf haalt, zit de strip mooi op zijn plek. Vind je een mooie strakke aansluiting. Zat dit netjes. De strip in een verstek is je badkamer wel 1000 euro meer waard. Nou, dan gaan we nu de zijkanten meten. Nou, dan nu de tip. De kunst om zo min mogelijk te snijden. De voegen moeten uiteraard doorlopen, dus we gaan als eerste de bovenkant maken. Dan hoeven we daarvan geen stukjes af te zagen. Dan hoeven we alleen straks van de bovenkant, van de zijkant, een centimeter af te zagen over twee tegels. Links ook. En beneden dan ook aan beide kanten. Dan hoef je maar 6 tegeltjes of 8 tegeltjes te zagen. De maat is strak ongeveer 9. 9,2. Met heel veel water op komt, maken we hem 8,5. Dan heb je een mooie halve centimeter kitnaad. Hier hebben we ons mooi stukje van 8,5. Die gaan we nou voorzien van een klein beetje lijm op de achterkant. Bij de strip, die daar ook een goede hechting heeft. Echt niet veel, gewoon een beetje. Zo. Dan kun je hem mooi rondbuigen. En hem op zijn plaats drukken. Kun je met je duimstok even mooi aandrukken. Hier kun je zien wat er gebeurt als je met kleine stukjes moet werken. Die moet je echt allemaal één voor één erin plakken. Meten we even een stukje waar we moeten afzagen. De bovenkant moet 4 worden. Dan kunnen we dat zo. En dan een 3,5 voor die halve centimeter kitnaad.
Hier zag ik net, er zat niet genoeg lijm in de hoek. Doe dat even zo. Buig je hem een beetje rond. Op zijn plek. En dan. Vloep. Hier zie je dat één blokje ontbreekt. Is eraf gevallen. Laat hem met de hand erin. Het laatste blokje met de hand. Zo. Nou, als laatste de onderkant nog. En dan is de nis alweer compleet. Leg deze heel losjes erin. Vloep. En druk hem een beetje op de plek vooraan de strip. Pakken we ons laatste kleine tegeltje. Nu gaan we door middel van dit kleine waterpasblokje het onderste dekje mooi op afschot drukken. Dat doe je door aan de voorkant kracht te zetten en naarmate naar achteren te verdelen. Als je achteraan begint, dan druk je hem zeg maar als het ware een bol in erin en dan blijft aan de achterkant water staan. Dat wil je dus niet. Dan voel ook altijd nog even met je vingers. Of er iets heel erg boven steekt. Dikteverschil in de blokjes komt heel vaak voor, dus ga je nou niet gek drukken dat het niet mooi wordt. Ga er een beetje tussenin zitten. Nou, dit was hem dan. Het nisje met mozaïek. Nu weet jij hoe het gaat en kun je thuis ook zo'n mooi nisje maken met muziek erin. Wat vind ik nou zelf van zo'n nisje? Het oog natuurlijk heel stoer, maar ik weet zeker, de onderste laag, dit wordt heel vies met alle shampoo resten erop. Dus het wordt goed poetsen, goed schoonhouden. Voor de rest ziet het er netjes uit. Ben je nou helemaal wild voor mijn video's en wil je niks missen, abonneer je dan op mijn kanaal. Ik hoop uiteraard dat er met deze chest mount camera een mooi beeld heb kunnen geven van hoe het gaat. Ik werk hier nu in een hele kleine ruimte, dus ik had geen plaats voor de camera op te stellen, zodat ik er zelf niet voor stond. Dit was hem voor vandaag. In de volgende video gaan we weer verder met de complete badkamer. We tegelen 2 gaan we de 3060 beginnen. Nou, ik zie je daar weer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.